Zo kwam de 9-jarige Céline over de finish, als tweede. Terwijl ze dus ook rende tegen volwassenen. Al van jongs af aan doet ze aan hardlopen. En toen ze 5 was, ontdekte ze dat ze wel erg snel is. Toen had ik een keer gezien dat een Fins meisje, toen ze 5 was, 4:19 op de 1000 meter had gelopen. En toen dacht ik, ik ga proberen om daar onder te komen. En uiteindelijk lukte dat. Toen dacht ik, ik kan dit gewoon goed. Doorversnellen. Al jaren traint ze samen met haar vader, die ontzettend trots op haar is. Maximaal even. Aan de ene kant is het leuk, natuurlijk. Ik had heel veel aandacht, ook al op jonge leeftijd. Dat begon al toen zij 6 jaar oud was. Maar ik denk dat Céline er wel goed mee om kan gaan en dat ze ook al een soort nuchterheid heeft. Maar hij weet ook dat zijn dochter nog erg jong is. Ik ben blij voor haar. Je moet wel reëel zijn. Ze is 9 jaar. Ik denk dat je een jaar of 15, dan kan je echt zeggen waar ze staat. Maar Céline zelf durft al te dromen over haar toekomst. Ik hoop dat ik dan nog steeds sneller word en dat ik hem bij hem de wereldtop hoor. Het is misschien ook wel een droom om dan naar de Olympische Spelen een keer te gaan.